Zo heb je niets en zo heb je Beuningen at the Beach. Wij gingen meedoen met de kindergemeenteraad en toen moesten we in de klas een idee bedenken om Beuningen mooier te maken. En toen hadden wij een strandje bedacht voor in de zomer. Ja, hier staan mannen met een visie en met daadkracht. Nou, wij kunnen best goed overleggen met elkaar. En ook in de gemeenteraad ging het heel goed. Vond ik wel leuk dat je dan ook mee mag denken in wat Beuningen gaat beslissen. Ja, en niet alleen meedenken, er wordt ook nog wat mee gedaan. Zo snel zijn politici normaal niet, hè? Nee. Kon het maar altijd zo snel, hè? Misschien moet iedereen dit zo doen. Dit is een goed voorbeeld voor iedereen, absoluut. Want ook kinderen die met andere plannen aankwamen bij de kindergemeenteraad genieten net zo hard mee van het winnende plan. Precies wat Beuningen nodig heeft, een beach. Denk het wel. Dit wel. Is wel leuk. Beuningen at the Beach is ook een gouden plan, want jullie hebben nogal wat zandafgravingen hier. Dat klopt inderdaad, maar dan hebben we het echt over de grote politiek. En dit is de wat leukere politiek, waar kinderen zich mee bezighouden. En dan kan je terechtkomen op ander goudzand. Hè. Helaas kan er bij Beuningen at the Beach niet gezwommen worden. Er zit blauwalg hier in het water en er poepen veel dieren in en plassen en zo. Ja, het is niet zo fris water. Het is een tegenvaller, hè? Dan denk je, ja. Beuningen at the Beach, dat wordt zwemmen. Ja, dat is niet zo. Dat vind ik wel jammer.